Het eerste van Klimroos kon kampioen worden, maar dan moest er wel gewonnen worden. Men kan wel denken dat het makkelijk is. Maar bij rust was het nog maar 5-4 voor Klimroos. Na de rust werden de dames wat feller. Maar ondanks enkele missers werd het toch nog 11-5. Maar die kampioenen, die waren er niet geweest als wij hier in vrouwen niet hadden gehad. Nadat de voorzitter de kampioenen had toegesproken, gaf hij het woord aan wethouder Wim van der Linden. Het had natuurlijk ook gekund omdat het eerste vandaag kampioen is geworden. Dames, achterin van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap. Die feliciteerde de dames met het kampioenschap en wenst hen veel succes in de topklasse. Er wordt al heel veel jaren op hoog niveau gekorfbald en dat kan niet als er op de achtergrond geen mensen zijn die dat mogelijk maken. Daar heeft de gemeente Bladel veel waardering voor en daarom wil de gemeente daar blijk aan geven door af en toe eens iemand in het zonnetje te zetten. En op elk niveau, of dat je nou in het eerste van Klimroos speelt of je speelt in pupillen F1, nou, ja, die zijn ook kampioen. Ja. Ik had eigenlijk zelf even kijken, F1, ja, die zijn gisteren kampioen geworden. Super. En volgende week F2. Ja, maar dat is dan niet zeker, hè? Tegen Bladen, ja. Nee, tegen Bladen wordt het nooit zeker. Wethouder Wim van der Linden vraagt Ellie Waterschoot om even naar voren te komen. Ellie Waterschoot. Hey, ik had het net over mensen die al heel lang actief zijn. Meestal heb je dan te maken met oude mensen. Ik ga even opzommen, dan moet jullie nog proberen mee te tellen. Eddie is 32 jaar actief voor de Klimroos. Ik weet niet of iemand heeft meegeteld, maar ik kwam straks aan, met de jaren dat ze ook nog gespeeld heeft, kwam ik aan iets van 82 jaar. Hij vertelde wat Ellie allemaal voor Klimroos gedaan heeft. En dat het college van burgemeester en wethouders haar de gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding wil toekennen als dank voor haar inzet voor het verenigingsleven van Hogeloon. Astrid, mag ik uit eigen ervaring wel vertellen. 22 jaar scheidsrechter ook nog. Dus er hoort ook nog een oorkonde bij, die wil ik even voorlezen. En een bos bloemen. Ja, doe eerst een bos bloemen maar. Ja, als ze iets weggeven bij de gemeente. Dus is goed, hè. De gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding. Leuk kunnen. Allemaal heel veel plezier en Ellie, bedankt. Ook de voorzitter had nog een attentie voor Ellie. Ja, dat laat maar, ik heb peet gemaakt, hè. Kijk, we hebben een paar jaar van jouw verleden hier. Want ik denk ook, ongeveer, maar daar steeds kampioenen tegen die ook allemaal nog getraind hebben, of niet? Ik zie ze allemaal knikken. Ik denk dat wij namens de Klimroos hier een betere hadden kunnen hebben. Hierbij wil ik gewoon aan.